Hier wordt mijn derde snee gras gemaaid. En je ziet een hele andere trekker aan het maaien. En dat klopt, ik heb dit gras namelijk op stam verkocht. Dus een andere boer is aan het maaien. En hier vanaf mijn boerderij gefilmd zie je dat er al geschud wordt. En volop gemaaid, dubbele maaiers. Pottingermaaiers voor en achter. En ook een pottingerschudder. Het wordt dus gemaaid door een boer die weet wat een goed merk hooibouwmachines is. Hier heb ik behoorlijk ingezoomd om het te filmen. Het schokt dus een beetje de beelden. Maar je kunt wel zien wat er gebeurt op het land. En hier in de avond ben ik nog van wat dichterbij aan het filmen geweest. Schudden. Precies dezelfde schudder als we zelf hebben. Mooi om te zien hoe een ander daar ook mee werkt. En de twee maaiers. Het is zonder kneuzer. Maar ze gaan er snel over. Dat zie je wel. Inmiddels heb ik al genoeg voer aan de bult voor de komende winter voor de melkkoeien. En van de vierde snee, dan krijg ik nog wel voldoende voor het jongvee. Hier op vrijdagochtend gaat de loonwerker richting het land om in te kuilen. En zelf ga ik een dagje naar het strand, het wordt 30 graden. En hier aan het eind van de middag ben ik er weer en het land is netjes leeggehaald.